Kakkelakken kak. Vrijheid. Wat bent u toch een prachtig woord. Wat klinkt u toch mooi. Mag ik u verhalen over drie arme stumpets uit mijn dorpje in Rif, Marokko? De eerste heet Remodda. Een blinde bedelaar die woont in een van stank vergeven krot. Hij kent uitsluitend het gezelschap van katten. Uit de hele streek verzamelen de katten zich bij hem. Zijn krot is het regionale kattenasiel. Bij hem vinden ze liefde, aandacht, brood en soms, op goede bedeldagen, stukjes fruit en vis. Ze jagen de muizen weg en het ongedierte. Als ik deze scharminkels niet had, was ik al lang verteerd tot kakkelakken kak, zei Remodda altijd. Hij keuvelt met ze, groet ze bij binnenkomst en geeft ze allemaal een hand. Remodda is blind geworden door de drank, zegt men. Want zo groot als zijn kattenliefde, zo groot is zijn liefde voor de fles. Altijd verstopt hij een flesje aangelengde wodka onder zijn kovel. Toen op een dag een kat als een harlekijn door het dorp strompelde en overal tegenaan plofte en uiteindelijk met gestrekte pootjes omviel, begreep men dat Modda's liefdadigheid zich niet beperkte tot louter fruit en vis. Remodda is nu dood en toen hij werd begraven liep een stoet katten mee. En wie vandaag de dag een kat ziet scharrelen op het kerkhof, weet voor wie het diertje is gekomen. Dan is er Shaib. Shaib, een arme, straatarme boer. Hij heeft 10 kinderen. Maar het kunnen er ook 12 of 14 zijn. Niemand weet het. Hij zelf nog het minst. Als je het hem vraagt, begint hij te tellen bij nummer 6 of 7 en dan raakt hij de tel kwijt. Zijn leven is zwaar en armoedig. Hij gaat gekleed in vodden, maar toch klaagt hij nooit. In plaats daarvan lacht hij om het minst of geringste. Als je hem vraagt hoe het met hem gaat, zegt hij altijd prijs Allah. En steeds als hij in de lach schiet, verschijnt zijn paardengebit of iets wat erop lijkt. Een tandarts kan hij niet betalen. Hij geneest zichzelf met kruiden en brouwsels en dat gaat verdomd lang goed. Hij is nu dik in de 70 en hij kan schrijven, nog lezen en is nooit school gegaan. Daar was geen geld voor. Hij rooit het leven met zijn handen en benen. En ook zijn kinderen gaan niet naar school, daar is geen geld voor. Ze voeden zich met wat het land opbrengt. Mais, bonen en soms wat melk. Zijn oudsten dwalen door stad en land op zoek naar aalmoes en lijm. Ook is daar Lahbib. Lahbib, deze man is op zijn 16e wees geworden en sindsdien slaapt hij in de struiken. Hij was op school een briljante leerling en met voetbal ongenaakbaar. Maar de dood van zijn moeder is hij nooit te boven gekomen. Hij praat in zichzelf en heeft twee decennia niet gedoucht. Vliegen omcirkelen hem de ganse dag. Zijn huid is zwart van vuil. En als de dorpelingen hem niet af en toe een pannetje vlees toestoppen en wat kleding en dekens, was hij al lang dood. Nou, deze drie dorpsgenoten, samen met nog tientallen duizenden, die leven in grote armoede en onder de knoet van een tyranniek bestuur. Het volk waar ik het nu over heb, dat volk heet Immezigen, oftewel vrije mensen. Maar ze hadden evengoed kakkelakken kak kunnen heten. Het liefst worden ze vertrapt. De manhaftigste onder hen, die waagde met de wrakkige bootjes de oversteek en eindigde op de bodem als vissenvoer. Toen 4 jaar terug de straatvisverkoper Mohsin Fikri op gezag van een hoofdagent samen met zijn vis werd vermalen in een vuilniswagen, was dat de druppel. Woedend ging het volk de straat op van El Husima. We zijn allen Mohsin, riepen ze. We hebben honger, we willen werk, we willen medicijnen, we willen scholen voor onze kinderen, we willen recht, we willen vrijheid. En niemand in El Husima kent van Randwijk, maar zijn geest daverde door de straten. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht.
Maar het volk werd gruwelijk opgejaagd, gedood en de knapste koppen onder hen geboeid, gemarteld en voor decennia lang achter tralies gegooid. Zo is het volk vakkundig onthoofd. Niet met een mes, maar met beleid. In ons vrije Westen hoorden weinigen deze schreeuw. Hier vieren we elk jaar Bevrijdingsdag. Dan komen hoogwaardigheidsbekleders een grote krans leggen op de Dam. Waaronder gezagvoerders die warme banden onderhouden met koning Mohammed VI en zijn minister van Economische Zaken. Schitterende speeches over vrijheid en mensenrechten. Voor een onthoofde Franse leraar is half Europa de straat op gegaan. Een paar weken later zijn in Mozambique meer dan 50 mannen, vrouwen en kinderen onthoofd. Voor hen is niemand de straat op gegaan. En nog minder voor het onthoofde volk der Immezigen in het noorden van Marokko en het onthoofde volk van Palestina dat al driekwart eeuw mag dromen over vrijheid. Een zuurstofmolecuul op de Noordpool kent dezelfde samenstelling als een zuurstofmolecuul op de Zuidpool. Het bloed in het oosten kleurt even rood als het bloed in het westen. Ik ga even een stukje voorlezen uit een gedicht van Guillaume van der Graft. Het gedicht heet De vrijheid smaakt naar pijn. Doe twee strofes. Met vogels valt niet te praten. De maan is koud als een vis. Met vogels valt niet te praten. Zon is in zwijgzaamheid. Er zijn er niet veel die zeggen, wij delen dezelfde tijd. En er zijn er niet veel die zeggen, wij breken hetzelfde brood. Och vrijheid, wat bent u toch een prachtig woord. O vrijheid, wat klinkt u toch mooi. Maar waar hebt u zich verstopt?